In deze en andere weinig comfortabele houdingen kan een mens komen te verkeren als hij zich overgeeft aan judo. Wij registreerden deze fysieke verkreukelingen in Os tijdens de nationale kampioenschappen voor dames. De uitdrukking het zwakke geslacht moet nodig geschrapt worden als je deze Osotogari ziet. Kom op, El. Of deze Tomonage, een zogenaamde offerworp. En vlak ook de tweede schouderworp of Seoi-age niet uit. De kampioenswedstrijden zijn verdeeld naar gewichtsklassen. En in die tot 56 kilo bereikten de meisjes Henny Matterman en Vera van der Meulen de finale. Eén scheidsrechter op de mat en twee hulpscheidsrechters aan de kant beoordelen het gevecht dat in de finale maximaal 8 minuten duurt. De jonge dames sparen elkaar niet bij hun pogingen een houtgreep tot stand te brengen. Tussen het publiek zitten de coaches die meer de zenuwen hebben dan hun pupillen op de mat. Hou het in de gaten. Kijk uit! Vera van der Meulen uit Amsterdam werd winnares in haar klasse. Veel vreugde in de zaal en uiteraard bij Vera zelf, die al internationale ervaring opdeed in Engeland, Italië en Zwitserland.